Van op de heuvels van de Zennevallei ziet men de echte omvang van Brussel. Geen grote Europese metropool zoals sommigen het graag voorstellen, maar een middelgrote stad gelegen in het groen van het Vlaams-Brabantse landschap, waarvan de zes deel uitmaken. Wat vooral opvalt is dat er een duidelijke en bruske grens ligt tussen stad en platteland. Een mooi gezicht heb je op Brussel vanaf de beroemdste boom van Vlaanderen, de Witse Boom, of vanaf het beschermde landschap de Meijgemheide tussen Beersel en Alsenberg. De realiteit staat met andere woorden in schril contrast met de expansionistische plannen van een Brusselse metropolitane regio en een Vlaams stedelijk of strategisch gebied. Op het terrein is daar meestal weinig van te bespeuren. In de zes zijn de Vlaamse leeuwenvlaggen aan de officiële gebouwen meer dan een symbool. Hier wappert nergens een vlag van Brussel of Wallonië. Vlaanderen is immers, tot nu althans, volledig bevoegd voor de zes. Dit betekent dat alle inwoners van Belgische nationaliteit in de zes Vlamingen zijn. Alle mandatarissen zijn Vlaamse mandatarissen en gemeenteraadsbeslissingen zijn enkel wettelijk in het Nederlands. Er is bij gevolg geen enkele reden om het privé taalgebruik van de inwoners, de keukentaal laten we zeggen, tot een nationaal probleem op te kloppen. Vlaanderen trapte in de val door de Brusselse politici na te lopen en het privédomein, de huistaal, voortdurend te vermengen met het institutionele statuut van de gemeenten. Als we vertrekken van het principe van het gewestplan dat onze streek een eigen zelfstandig gewest is en geen aanhangsel van Brussel, worden de zes gewone Vlaamse dorpen met een historische kern, met daar rond de woonwijken en velden, parken en bossen. De zes zijn immers niet verstedelijkt, maar zoals we zullen zien, voor het grootste deel groen. Laten we beginnen met een wandeling door de mooiste dorpen van Vlaanderen. Drogenbos is een dorp aan de Zenne, 250 hectare groot, met ongeveer 5000 inwoners. Het is een straatdorp, de enige gemeente van de zes met industrie in de Zennevallei. Het gemeentehuis is een restant van een vroeger kasteel. De gotische Sint-Niklaaskerk en het gemeentehuis typeren het centrum van Drogenbos. In de 19e eeuw bouwde architect Jan-Pieter Kluizenaar een grootse villa in sierlijke Italiaanse stijl voor Ree, de eigenaar van de textielfabrieken van Ruisbroek. De villa wordt nu bewoond door de burgemeestersfamilie Kalmijn. Linkebeek is 410 hectare groot en telt nauwelijks 4750 inwoners. Het dorp ligt op een heuvel. Men klimt er van 42 tot 112 meter. Felix Timmermans noemde het het nest in de bomen. Bovenop de heuvel staat de Sint-Sebastiaanskerk en de pastorie uit 1773. Linkebeek is het schilderachtigste dorp van de zes. Daardoor was het geliefd bij kunstenaars, zoals de schilder Paul Delvaux en de schrijver Herman Teirlinck. Het Wijnbrondal, een duizenden jaren oude holle weg, heet dan ook terecht de Vallei der Kunstenaars. Rode, de naam zegt het. Het is een ontgonnen deel van het Soniewoud. Het is de grootste gemeente van de zes, bijna 23 vierkante kilometer, met een bevolking van 18.000 inwoners. In het kader van communautaire onderhandelingen is het vooral gekend door de zogeheten corridor, waar de villawijken Grote Hut, Middenhut en Kleine Hut de brug vormen tussen Brussel en Wallonië, tussen Ukkel en Waterloo, een afstand van nauwelijks 4 kilometer. Reeds ten tijde van het Egmondpact waren Vlaamse politici bereid deze hutten bij Brussel te voegen, omdat daar, dachten ze althans, de Franstaligen wonen. Helaas, de hutten worden vooral bewoond door buitenlanders, diplomaten, ambtenaren van de internationale instellingen, vertegenwoordigers van internationale bedrijven. In totaal 64 verschillende nationaliteiten.
Het was toen al moeilijk om duidelijk te maken dat men met de verkoop van de hutten niet van de Franstaligen verlost zou zijn. De Franstaligen wonen immers ook in de oude wijken van Rode. Nog ingewikkelder was het om het verschil uit te leggen tussen Den Hoek en Ten Broek. Vooral dat deze wijken ook niet mochten verward worden met Holleken, dat in Linkebeek ligt. Het was in het Egmondpaleis een bijna even groot geopolitiek probleem als het grote twistpunt in Sint-Pietersleeuw. Is het nu Zuun of is het Negemalken? Wemmel is slechts 3,6 vierkante kilometer groot, met een bevolking van 15.000 inwoners. De Sint-Servaaskerk uit de 17e eeuw is zoals de andere kerkjes op een hoogte gelegen. Het kasteel, nu gemeentehuis, is een lusthuis dat in 1649 gebouwd werd op de plaats van een middeleeuwse versterkte waterburcht. De laatste leden van de familie de Limburg-Stierum schonken in 1926 het kasteel aan de gemeente. Wezenbeek-Oppem telt 13.500 inwoners op een oppervlakte van 6,82 vierkante kilometer. De kerk en het Sint-Pietersplein met verschillende woningen uit de 18e eeuw bieden een schilderachtig en gaaf gebleven dorpssfeer. In de buurt van de kerk ontspringt een krachtige bron die water levert aan de lager gelegen watermolen en de grachten van het kasteel de Burbuur. De oorsprong gaat terug tot de middeleeuwen. Kasteel en park van 15 hectare zijn nu beschermd als dorpsgezicht. Het kasteel en park De Grunne staan op de plaats van een vroeger klooster. Krainem heeft 13.368 inwoners en een oppervlakte van 5,8 vierkante kilometer. De Sint-Pancratiuskerk, die dateert van de 12e eeuw, en de pastorie uit de 17e eeuw zijn samen met het kasteel en park Chaudin de blikvangers van deze gemeente. Samen met de vijver en een verbouwde hoeve zijn ze sinds 1976 een beschermd dorpsgezicht. De zes zijn verrassend groen. Het park van het kasteel Kalmijn in Drogenbos vormt samen met de Zennebeemden het grootste deel van de gemeente, waardoor Drogenbos in percentage van de oppervlakte de meest groene gemeente van de zes is. Het Frankveld is de groene zone tussen Drogenbos, Ukkel en het dorp van Beersel. In 1974 begonnen de bulldozers met de aanleg van een villawijk van meer dan 800 kavels. Het dorp van Beersel zou letterlijk aan de Brusselse agglomeratie worden geplakt. Beersel zou voor 3/4 verfranst worden. De toenmalige staatssecretaris voor ruimtelijke ordening, Luc Dore, greep in. Op basis van een procedurefout liet hij de werken stilleggen. Beersel was gered. Later kocht de Vlaamse gemeenschap het gebied aan en maakte er het huidige park van. Het is een voorbeeld hoe het beleid kan en moet worden aangepakt in de omgeving van Brussel. Hoe men stad en dorp van elkaar kan gescheiden houden. Hoe een stadsgrens kan blijven. Want een stad kan enkel maar uitbreiden als men de omgeving volbouwt. De politici en planologen die het Vlaams strategisch gebied hebben uitgedokterd en de promotoren van het Brussels Metropolitan Region moeten dringend op studiereis naar het Frankveld. Een les. Onze Vlaams-Brabantse gemeenten hebben geen nood aan verdichting van de bebouwing. Hier is nood aan ruimte. Als je in het dorp van Linkebeek de berg afwandelt, sta je verbaasd van het aantal parken en bossen. Brussel is plots nergens meer te bespeuren. Alhoewel er villawijken zijn gebouwd, is maar 25% van het grondgebied woongebied. Het is een opeenvolging van parken die door de Vlaamse overheid ofwel werden beschermd of zelfs aangekocht. In de Vijverstraat heb je het proefcentrum van de Vlaamse gemeenschap, INBO, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. En dan volgen het Dwersbos, het Wijnbrondal, het Kleedbos
en het schavijspark dat aangekocht is door de Vlaamse gemeenschap. Dan kun je verder wandelen naar de beschermde perkhoeve uit de 18e eeuw. Het perkveld is het groene gebied van 1,5 kilometer dat Brussel scheidt van Rode. Samen vormen ze een ononderbroken groene band vanaf het centrum van Linkebeek tot het centrum van Alsenberg en Rode. Zoals reeds gezegd is Rode hoofdzakelijk groen doordat een groot deel van het grondgebied zonjebos is. De vijvers van Groenendaal zijn algemeen gekend. Niet enkel ten noorden naar Linkebeek, maar ook het zuidelijk deel van het grondgebied tussen het centrum en Wallonië, tussen Rode en Waterloo, is beschermd. Het domein van het kasteel Revelingen en het Waterloosveld met de beschermde Sint-Gertrudishoeve scheiden Rode van Waterloo. Ook in dit intact gebied tussen Zevenbronnen en Wallonië was er een satellietstad gepland. Een groep Nederlandse firma's zouden vanuit Nederland 3000 prefabwoningen laten overkomen. Daarbij zouden een school en een kerk gebouwd worden. Ook een golfterrein zou worden aangelegd. Een deel van het Hallerbos was men hiervoor reeds aan het rooien. Ook dit project werd niet gerealiseerd. De Vlaamse overheid beschermde in Rode al wat er te redden viel, vooral de vele historische hoeven en hun omgeving. Het werden groene buffers tussen de villawijken. Een grotere ommekeer in het beleid was niet denkbaar. Het landschap tussen Brussel en Zaventem, Sint-Stevens-Woluwe, Kraaienem, Wezenbeek, is een ander voorbeeld hoe Brussel begrensd werd. De open ruimte tussen de agglomeratie en de luchthaven was voorbestemd om opgevuld te worden. De luchthaven zou met andere woorden binnen de agglomeratie komen te liggen. Door het schrappen van al de uitbreidingsgebieden werden zogeheten modelwoonwijken zoals Baneik drastisch en plots gestopt. De boer kon voortploegen. De gemeenschapscentra zijn een zichtbare ingreep van de Vlaamse overheid op sociocultureel gebied. De Moelie in Linkebeek was de speerpunt van het cultuurbeleid in de Zes. Omdat de lokale besturen in gebreke bleven op het vlak van cultuurbeleid, greep de Vlaamse overheid in. Minister Rika de Bakker wijzigde rond 1976 de regeling die subsidiëring aan gemeentelijke culturele centra uitsloot. Linkebeek kreeg in 1981 als eerste van de zes dorpen een eigen gemeentelijk cultureel centrum dat door de Vlaamse gemeenschap werd ingericht en betoelaagd. De Boesdaalhoeve heeft een aparte geschiedenis achter de rug. Zij moest worden gesloopt om plaats te maken voor een project van 375 wooneenheden en 2 appartementsgebouwen van 9 verdiepingen. Maar minister van Cultuur Chabert liet het gebouw in 1974 beschermen, waardoor niet enkel een historisch gebouw werd gered, maar ook de weg werd vrijgemaakt om de hoeve als gemeenschapscentrum te gebruiken. De Moelie en de Boesdaalhoeve waren de voorlopers van de andere gemeenschapscentra en hierdoor ontstond ook de VZW De Rand. De Muze in Drogenbos en ernaast het Felix de Boek Museum. De Lijsterbes in Kraaienem. Gemeenschapscentrum De Kam in Wezenbeek-Oppem. De Zandloper in Wemmel. Deze politiek-toeristische wandeling maakt voldoende duidelijk, hopen we, dat de zes te kostbaar, te uniek zijn om als speelbal te dienen voor politieke spelletjes. Centraal in het beleid voor deze dorpen moet het bewaren van hun eigenheid zijn en ze vooral niet laten opgaan in een naamloze banlieue van de grootstad. De bebouwing moet worden afgeremd, niet uitgebreid of verdicht, de bouwhoogte niet verdubbeld. Integendeel, het erfgoed van landschappen en gebouwen moet beschermd en opgewaardeerd worden. De gemeenten moeten organisch uitgebouwd worden in functie van de bestaande bevolking en men mag niet de poort openzetten voor een wilde immigratie. Het gemeenschapsleven moet worden gestimuleerd en de cultuur gepromoveerd.
De VZW De Rand levert hier uitstekend werk. En dan stelt zich tenslotte de vraag: gaat Vlaanderen toelaten dat onze politici de 6 mooiste gemeenten van Vlaanderen verkwanselen? Zal het zich bewust worden van wat hier op het spel staat? Zal Vlaanderen de inzet van zo velen naar waarde schatten en ondersteunen?